Goedendag. Is dat jullie wagen? Ja. Ja, onze wagen. Hallo. Goedemiddag. Zijn wij net op tijd? Of, Ja, weet ik niet. Of zijn wij net op tijd? Ja, of wij. Of jullie? Ja, we wachten eigenlijk op onze muziek. Dus. Ah, kijk. Ja. Maar je ziet... kloorveur. Sorry? Je ziet er kloorveur. Ja. Bijna wel, bijna wel. Even weer schoonmaken. Zelf gebouwd? Nee. Nee. Zelf gekocht. Zelf gekocht, ja. Waar heb je hem gevonden? Tilburg. Oké. Okay. Een eindje weg. Ja. En waar vindt ze zoiets? Op marktplaats? Op Facebook hebben we dat gevonden, volgens mij. Oké. Okay. Iemand thuis. Helemaal vanuit Tilburg opgehaald. En dat was ook nog best wel het werk ook. Ja, wie kreeg ze dat heen? Tractor. Tractor en dan kogel erachter. Alleen, ja... Groepsgenoten van ons hadden niet doorgegeven dat er zo'n aanhangerkoppeling aan zat. Dus toen reden we onderweg en was het denk ik nog afgebroken, die kogel. Toen reden we in Tilburg rond en die wagen die zat niet eens meer aan de trekker. Die liep er gewoon achteraan. En toen moest je nog gaan heen naartoe. Want is dit dit huurt bij Ottersum? Ja. Die huurt bij Ottersum. Oké. Okay. Hey, en wat zoek ik nou door veur aan, boven die deur hangen? Er stond een tekst boven die deur. Iets van... Op kiepen kieken. Ja, wij hebben hier toen een keer agri-verstein gehad. En toen kon je hier over de plaats lopen en kon je zien wat hier was. Oh, ik dacht dat het een kiert woord of zo. Nee. De keten is daar. Waar? Met die barbecue erachter. Nee! Ja jongens, dat is toch geen keet meer? Dat is een... Daar kun je bijna wonen. Kan ook. Doen we ook wel eens slapen. En met hoeveel man zit je dan bij de kiert? Hoe groot is de groep? Ja, zo 5 tussen, tot 10, denk ik. Ja, zo tussen de 5 en de 10 man meestal. Ligt er een beetje aan. Niet al te veel. Allemaal in dezelfde leeftijd? Ja. Ja, dus tussen de 20, 25 zitten we allemaal een beetje. En hoe lang zit je al een groep? Ja, de carnavalsgroep al een jaar of 8, 7, denk ik. Mm-hmm. Ja, zoiets. Sinds... 2016 of zo doen we al samen carnavalswagen. Dat is wel met iets meer mensen. Die mensen zitten niet allemaal bij ons, ook in de vriendengroep, zeg maar. Meer dat we mensen uit verschillende dorpen een beetje bij elkaar brengen. Zo. Dat hebben we met de carnavalsgroep. Heb je wel gebouwd? Of heb je altijd, ja. Ja? Jawel, wel altijd gebouwd. Ik heb nog wel foto's. Sinds de corona was de animo niet meer zo hoog. Dus. Ja, ik denk dat ik nog foto's heb uit 2016. Maar hoe komt dat dan? Dat sinds corona de animo om te bouwen niet meer zo... Ja, wordt allemaal iets ouder. Iets minder tijd, werk. Even kijken. Studie. Dus toen is het een beetje minder geworden. Ja. Het was altijd... Nee, sorry, ik heb geen foto's meer. Dat is allemaal van mijn telefoon verwijderd. Ja, je kunt nog een beetje zien. Hier deden we zelf nog verven. Ah, spot bouwen. Ja. Schilderen. Ja. Maar dit is 2018, dus dat is al 5 jaar geleden. Sinds 2019 of zo niet meer zelf bouwen. Even kijken naar het onderwerp. Ja, het onderwerp is nog van de vorige keer. Daar hebben we nog niet bij gewerkt. Wel recent nog. Wat wordt jullie onderwerp? Oh nee, dat mogen wij... Jawel, want we gaan dit... Dit was sowieso niet voor de carnaval uitgezonden. Uh-huh. Maar wat is het onderwerp wat jullie hebben bedacht dan? Even kijken. Ja, ik heb het zelf niet bedacht, dus ik weet niet in mijn hoofd. Nou, je hebt tegenwoordig OnlyFans. OnlyFans? OnlyFans. En wij hebben Olifans. Ja. Help me even. Wat zijn OnlyFans? Wat zijn dat? Ja, dat is zeg maar een website waar meisjes hun foto's verkopen, zeg maar. Een beetje 18-plus foto's. Wat omschrijf je dat mooi? 18 plus foto's? Ja. Waarom ken ik dat niet dan weer? Ja. Is dat een teken dat ik oud word? Ja, dat is een beetje trending de laatste jaren volgens mij. Uh-huh. Ja, zeker sinds de corona. Ja. En wij hadden een olifant, toen kwamen we op het idee olifants. Ja. Wel eens op geweest op die site?
Nee. Ja, maar nooit tuurlijk geld niet, voor betaald. Hè? Nee. Ook geen foto gekocht of zo? Nee, zo zijn we niet. Oké. Okay. Maar dan kan ik me voorstellen dat er heel veel mensen langs de kant staan, weet je wat, die bejaard zijn zoals ik. Ja. En die dan zoiets hebben van, ik snap hem niet. Mm-hmm. Nee. Ja, nou ja, dan moeten ze dan maar aan ons komen vragen. Ja. Ik heb ook niet altijd het idee alsof iedereen het leest, eerlijk gezegd. Als het een hele lange zin is. En nou is het eigenlijk niet langer dan een paar woorden. Wat we maar nog doen. Even terug naar het begin. Ik kan me gewoon amper voorstellen dat jullie dat ding in Tilburg gehaald hebben. Ja, dat is hoe lang heeft die reis geduurd in totaal? Een hele dag. Een hele dag. 'S ochtends tot een uur of vijf, denk ik, 's middags. Wij zijn hem achter aangereden. 'S ochtends en om 7 uur 's avonds waren we thuis. Met de tractor? Met de tractor. Auto erachter, want ja, het is niet heel veilig als je zo over de weg gaat. Dus wel met de alarmlichten nog erachter, dat de andere auto's een beetje wisten dat er wat aan de hand was. Maar het heeft echt een hele dag geduurd, ja. Ja. Ja, en we hadden nog een paar probleempjes ook. Ja. Dat die van achter de tractor uit loskwam. Ik hoorde al iets over een koppeling en zo. Hé, hey, maar koop je dat nou gewoon inclusief het onderstel? Ja. All inclusive. Ja, vroeger deden we altijd dan gewoon alles afbreken en dan gewoon opnieuw beginnen. Ja. Maar old school. Ja, old school. Ja. Nou niet meer. Nee. Het is tegenwoordig gewoon te veel werk, te weinig tijd. Het was sowieso altijd wel een beetje een klein groepje, maar van de mensen die maar bouwen, lopen straks met de man of 45 achter de wagen. En als er een man of 10, 15 zijn die een beetje een bijdrage leveren, dan heb je het wel voor een groot deel gezien, zeg maar. Ja. En met zo weinig mensen nog bouwen, dat is gewoon dat is niet te doen bijna. En ook, we zitten hier wel overdekt, maar het is ook vaak koud. Er zijn ook dagen op je simpelweg niet kunt bouwen. Dat de lijm niet droogt als je moet plakken of zoiets, dat soort dingen. Ja, ja. Of de verf niet. Ja. Dat herken ik nog uit mijn eigen verleden, ja. Ja. Beetje houtlijm eronder doen. Ja. Onder de behangplaksel. Doe dat volgend jaar. Hey, wat kost dat nou, zo'n kar? Een paar duizend euro. Denk voor de kar zelf dat we 1500 hebben betaald, zoiets toch? Ongeveer. En dan nog een beetje wat zelf eraan gedaan, lichtslangen erop. Ja, zeg ook een 500 euro. Dan zit je aan de 2000 euro. Ja, dan moet je nog muziek huren en aggregaat huren. Ja, dat is wel prijzig. Dan zit je toch al gauw in de 4000 euro met de kar erbij, zeg maar. Dat zijn andere bedragen als dat je zelf bouwt. Ja. Nou, denk goedkoper nog. Echt waar? Ja, okay. Of je moet makkelijk aan staal kunnen komen en zo, kippengaas. Ja, dat is vooral het probleem als Als je zelf bouwt, dan moet je ook weer heel veel verf kopen. Dat is ook duur. Dat is inderdaad duur. Het is allemaal duur geworden, hè? Het is allemaal duur. Ja. Ja, de bouwmaterialen zijn zo duur dat je eigenlijk niet op kunt boksen tegen een gekochte wagen. Als je hout, inderdaad staal, verf moet kopen. Ja, dat is en lichtslangen. Ja, die hebben we dan natuurlijk nu ook wel zelf gekocht, wat we er nu hiervoor erop hebben zitten. Maar dat is ook allemaal niet goedkoop. Daar ben je ook zo gewoon 150, 200 euro voor een paar lichtslangen kwijt. En als je dat allemaal optelt, dan kom je denk ik bijna net zo duur uit of duurder als een gekochte wagen. Doen jullie ook mee in Afferden? Ja, Afferden doen we ook mee, ja. Halfvaste, ja. Ja. Dan gaan we elkaar daar zien. Oh, nou, ik ben benieuwd. En dan komen jullie twee keer op tv. Ja. Want die gaan we met L1 ook doen namelijk weer. Oh, dat is wel leuk. Ja, hebben wij ook met smart een paar jaar op zitten te wachten. Totdat we de halfvaste optocht in Afferden weer konden doen. Maar dit jaar gaat het weer gebeuren. Mm-hmm. Dus dan hebben jullie dubbel eer van jullie werk. Werk. Want ik denk dat ook die lichtslangen eraan. Want dan neem ik aan dat jullie ook nog ergens een lichtjesoptocht of zo gaan rijden, of niet? Niet meer. Nee, niet meer. Die zijn er ook gewoon allemaal aan blijven zitten. Dat is van de vorige. Vorige keer hebben we dat wel gedaan. Allemaal mooie LED-slangen. Mm-hmm. Nou was de animo niet meer zo groot op zaterdag, omdat we dan ook de Mertzitting hebben. Ja. Ja. Dus heel veel mensen wilden daar liever heen. Dus hebben we dat even. Jullie hebben eigenlijk dan een compromis bereikt. Door dit te doen ook, zodat de hele groep uiteindelijk ook meedoet. Ja, eigenlijk wel. Hoeveel staan er straks op? Nou, we hopen dat er niet te veel mensen op gaan staan. Het is niet heel stevig. Maar er kunnen wel een man of 20 binnen in de wagen, denk ik, als het regent. Kun je erin? Ja, je kunt erin aan de achterkant. Ja, laat even kijken. Want dat...
Oké, okay, ik dacht dat het alleen een dakterras was, maar nee. Je kunt er dus ook in. Ja, je zou het niet proberen denk ik, want er ligt een beetje rommel nog binnenin, maar je kunt erin. Ja, de trap naar boven. Nou, dus... mensen, moest even door de knieën, jong. Hij vertikt dit gewoon. Hè? Ja, ik weet niet. Ja, gewoon een ladder. Hey, wat doen jullie in het dagelijks leven? Studeren? Werken? Ja, studeren. Ja, studeren. Jij moest er even over nadenken. Ja, ik ben eigenlijk net gestopt met studeren. En nou ben ik eigenlijk op zoek naar een baan. Wat voor studie deed je? Ik deed werktuigbouwkunde in Eindhoven. Dat is een master. En daar was je wel klaar mee? Ja, ben ik net gestopt. Maar hoe ver was je? Eerste half jaar. Okay. Alleen toen kwam ik erachter dat het toch wel iets te zwaar was. Dus, En wat had je daarvoor gedaan? Ik had dan een HBO afgerond. Oké. Okay. En wat voor baan zoek je? Want je kunt reclame maken voor jezelf. Nee, dat hoeft niet. Nee, oké. Okay. En jij? Ja, hetzelfde studie. Ik ben ook met een master bezig. Wel iets verder. Ik hoef alleen nog af te studeren. Afstudeerwerk. Oké. Okay. Dus ook eind van het jaar of iets klaar zijn. Ja. Kun je hem in dienst nemen? Ja, misschien eigen bedrijf het wel.